eventjes komen zitten op de stoel. Oké. Nou, komt het nikje uit. Gerrit. Wat? Is het wel goed? Is het niet goed? Maar ja, corona krijgen is ook niet goed. En AstraZeneca, er zijn toch wel wat gedoetjes omheen. Ja, die kans dat het misgaat is wel heel klein. Dus het voordeel weegt zwaarder voor mij dan het nadeel. Het is nu in de buik. Ja. En dat heeft ertoe geleid dat de planning die we helemaal klaar hadden op de dag voordat we zouden starten stop is gezet. Uiteindelijk is er toch weer groen licht gekomen en zijn we opnieuw gestart. En toen hebben we alle locaties en alle prikteams opnieuw op moeten tuigen om paraat te staan. Alle patiënten opnieuw een brief moeten sturen dat ze een nieuwe afspraak mochten maken. De afspraken in moeten plannen. En vandaag staan we op een locatie waar er gevaccineerd wordt. Wij merken niet uit de cijfers dat mensen huiverig zijn voor het gebruik van een bepaald vaccin. Er is juist grote bereidheid om je te laten vaccineren. Dus de opkomstpercentages zijn heel hoog. Wilt u die de volgende keer weer meenemen, dan kan de tweede vaccinatie weer opgepakt worden.